En na praten met trainer Lucas Hoekman. Wat een ontlading na die wedstrijd, Lucas. Ja, dat is hartstikke mooi. Daar kun je alleen maar van genieten als neuspeter, als staf. En ja, die wisselwerking, publiek. Het gaat eindelijk een beetje leven hier in Nunspeter. Het is lang een dode boel geweest, maar iedereen wordt nu nieuwsgierig. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, vooral omdat het zo spannend is ook. Nou ja, ook. Maar natuurlijk omdat ze het fijn vinden dat Nunspeter goed meedraait, denk ik. En met voornamelijk Nunspeters. Ook heel belangrijk om dat te constateren. En de jongens die van buiten zijn, zijn halve Nunspeters, want die hebben hier al eerder gespeeld. Dus dit beleid moet je ook koesteren. En als je dan ook presteert, ja, dat is extra leuk. Ja, even terug naar het begin van de wedstrijd, want het begint natuurlijk al prachtig in de eerste minuut. Het begin was hartstikke goed. De 1-0 die viel uit een uitstekende vrije trap en die werd door Andrew binnengekopt. De 2-0 was een fantastische counter, afgemaakt door degene die hem ook inleidde, door Melle. En we gaven niks weg. Er was iets meer balbezit voor Apeldoorn. Dat hadden we ook wel verwacht, want het is gewoon een uitstekend voetballende ploeg natuurlijk. Maar we gaven niks weg, ze hebben geen kans gehad volgens mij voor rust. En we hadden zelfs kansen op 3 en 4-0. Nou, dat was misschien iets te geflatteerd geweest. En de tweede helft, ja, daar moesten we ongelukkig door ongelukkige blessures wisselen. En daar werden we aanvallend niet beter van. Kijk, verdedigend bleef het prima, we bleven overeind. We moesten wel wat meer terug, verdiensten van Apeldoorn, niet dat wij terug wilden. Zegt ook wat over de kwaliteit natuurlijk van Apeldoorn. En we bleven goed verdedigen en er is één schot tussen de palen geweest. Dat was een minuut voor tijd, dat was de 2-1. En toen werd het nog wel heel spannend natuurlijk, hè, omdat het zo lang duurde. Want ik denk misschien wel 10 minuten extra tijd? Dat heb ik niet bijgehouden, maar ik zat toch nog wel redelijk rustig. Echte kansen werden er niet gecreëerd, volgens mij. Ik zou het terug moeten zien. Maar misschien is het ook de adrenaline op het moment, maar volgens mij hebben we toch weinig weggegeven. Ja, je moet Melle van der Woude wisselen in de rust. Daarmee ga je dan inboeten op snelheid voorin, hè? Vooral omdat je een counter speelt. Later wissel je ook Jonathan van het Hof nog, dan ben je helemaal de snelheid kwijt. Jonathan heeft iets hamstringproblemen. Hij wilde geen risico's nemen, dat wisten we dat we hem gingen wisselen. Misschien had hij iets langer doorgekund, maar dat blijft altijd een risico met hamstrings. En we moeten dinsdag weer, dus het was gewoon een noodzakelijke wissel. Ja, het is de eerste in een drieluik van wedstrijden in 8 dagen tijd. Je zegt het al, aanstaande dinsdagavond weer. Volgende week zaterdag wacht DZC. Zover wil je nog niet vooruitblikken. Hoe kijk je naar die wedstrijd aanstaande dinsdagavond? Nou, we gaan waarschijnlijk een paar junioren meenemen. Want er zijn wel een paar jongens. Melle zal niet inzetbaar zijn. En Karim is ook even een vraagteken. Dus er moet een aanvulling zijn. Even terug nog naar ons gesprek van gisteravond, de voorbeschouwing op deze wedstrijd. Is je plan uitgekomen? De winnende trainer heeft altijd gelijk. Dat is waar, maar is het dan ook conform het plan, laat ik het zo zeggen? Ik had liever wat meer balbezit gezien de tweede helft. Een 2-0 voorsprong koesteren en die uitbreiden, dat was eigenlijk het vervolgplan. Maar gezien het noodzakelijke wisselbeleid moesten we wat meer terug. Ja, maar dan eventjes naar dinsdagavond. Ik zag Melle met een behoorlijke tape rondom, denk ik. Die is al niet inzetbaar. Nee, die is niet inzetbaar. Dus je zegt het al, A-junioren meenemen. Ja, goede A-junioren en die lopen er ook. Ja, het is zo dat DTS vanmiddag gelijk speelt in Heerde. Heel verrassend, hè? 3-3. Terwijl het eigenlijk nog in de slotfase 1-2 staat voor DTS. En daardoor staat Nunspeter weer opnieuw aan de leiding. Ja, op de ranglijst. Dat is hartstikke mooi. Ben je daardoor verrast? Ik ben wel verrast dat we nu weer bovenaan staan. Want ik had niet gerekend met puntverlies van DTS. En eerlijk gezegd had ik vanmiddag voor een gelijkspel ook wel getekend vooraf. Maar ja, want het is een lastige tegenstander, hè, Apeldoorn. Apeldoorn is aan de bal de beste ploeg van onze competitie. Want vergelijken Apeldoorn met vorige week. En je hebt ongetwijfeld met die beelden gekeken van Apeldoorn tegen SVZW. Ja, dat was toch een powervoetbal, hè? Ja, maar SVZW bracht niet wat wij wel brachten in die wedstrijd vandaag. Ja, ik zag toch de intensiteit bij SVZW niet hoog genoeg. Ja, daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar goed, ik moet de tegenstander andere ploegen niet analyseren. Wij moeten onze eigen ploeg analyseren. Dit voelt wel als een revanche op die nederlaag van vorige week? Jawel, ik denk dat dat een incident was.
Dan houden we het erop en dan gaan we er vanuit dat we altijd volgaan voor het of voor het kampioenschap of voor de derde periode. Want dat is ook wel heel spannend in die derde periode. Niet alleen in de ranglijst, maar ook de derde periode, want daar doen we meer ploegen mee. Ja zeker, er zijn ploegen bij die zeker nog het seizoen willen goedmaken. Wierden, Barneveld, die hebben ook beide weer gewonnen, dacht ik vandaag. Dus het is goed dat wij ook winnen. En ik denk dat je niet te veel punten moet verspelen, want de winnaar van de derde periode kan wel het kampioen worden. Ja, dat zei je gisteravond ook al, dat heb je eerder ook al eens gezegd. Waar zie je dat op? Omdat iedereen dicht bij elkaar staat en dat SVZ2 en Go Ahead Kampen, ik weet niet wat die vanavond gaan doen. Die wedstrijd wordt om 6 uur pas gespeeld, hè? Ja. Dus die willen allemaal nog een gooi doen naar ofwel een periode ofwel een kampioenschap. In het geval van Go Ahead zal het periode kampioenschap zijn. Maar SDVB staat maar 3 punten achter ons volgens mij. SVZB staat 3 punten achter ons. Dus er blijven 4-5 gegadigden voor het kampioenschap. Ja, je bent al jarenlang trainer. Heb je dit wel eens meegemaakt? Zoveel spanning aan het slot van de competitie? Ja, maar de spanning is net of je nou met z'n tweeën voor het kampioenschap vecht of met 5. Die spanning is niet anders hoor. Goed, maar dat werkt je toch wel? En ik verspreek me ook. Kampioenschap is nog steeds ver weg. Ik denk, hij gaat er iets over zeggen. Ja, we zijn een van de gegadigden volgens de stand. Ja, je doet nog volop mee. Zullen we elkaar ophouden? Ja, en dat is wel leuk. Oké, dankjewel. Geniet er nog vanavond met de jongens, want ze zitten denk ik binnen op je te wachten. En dinsdagavond dan wacht de volgende wedstrijd alweer uit bij Go Ahead Kampen. En dan volgende week zaterdag hier opnieuw een thuiswedstrijd op de Wildzang. En dan is de tegenstander DZC 68 uit Utrecht.